Wanneer er brand ontstaat, is het belangrijk om te weten wat je moet doen. Het eerste en belangrijkste is het melden van de brand. Dit kan je het snelste doen door de handbrandmelder in te drukken. Zo wordt de brandweer en BHV direct gealarmeerd. Samen met je collega's ga je over tot het ontruimen van de afdeling. Werk van het gevaar af en ontruim de omliggende ruimtes. Alle deuren kunnen handmatig geopend worden. Ze zullen daarna weer automatisch dichtvallen. Bij het evacueren van een bed heb je 2 personen nodig. Bij een beginnende brand kan je besluiten om deze te blussen. Zorg dat je altijd met 2 personen bent. Na 40 seconden is de handbrandblusser leeg. Evacueer dan mensen in nood. Maar denk altijd eerst aan jezelf. Vertrek op tijd. Na het melden van de brand is het BHV-team direct onderweg. Overdag zijn zij er met 3 minuten. In de avond en in de nacht komen verpleegkundigen van andere afdelingen assisteren. De brandweer zal na 8 minuten aanwezig zijn. Zij zullen de situatie van je overnemen. Specifieke vragen worden beantwoord in de actiekaarten van jouw afdeling. Op deze manier zorgen we samen met jou voor een brandveilig ziekenhuis.